Ik ben blij dat ik zo'n drukte zie. Ik had niet gedacht dat het zo druk zou zijn. Was een beetje angstig dat het leeg zou zijn. Want de afgelopen weken is er een hetze tegen mij gecreëerd door delen van de media. Omdat ik een liedje niet wou afdraaien op onafhankelijkheidsplein. Een liedje die ik politiek beladen vond, wou ik niet afdraaien op onafhankelijkheidsplein, omdat ik daar geen politiek wilde. Hier op Nieuw Amsterdam wil ik wel politiek. Ik heb de heer Ahmad Stam uitgenodigd, niet om het liedje 1, niet om het liedje 2, niet om het liedje 3, maar 10 keer achter elkaar te zingen. Maar hij heeft zich ziek gemeld. Radio 10 heeft het liedje Alibi Contrangano op nummer 1 geplaatst ter ere van mij. Suriname heeft presidenten gekend die het land hebben vernietigd. Suriname heeft vicepresidenten gekend die camerasystemen hebben gestolen en mee naar huis hebben genomen. Niet deze vicepresident. Deze gebruikt zijn eigen geld om wegen te maken voor het volk. Maar nog nooit heeft Radio 10 een hetze tegen die mensen gepleegd. Nog nooit heeft Radio 10 een nummer ter ere van hun op nummer 1 gebracht. Maar hun waren ook geen Javanen. Erger nog, de ware tijd heeft een artikel geschreven om een hetze tegen mij te creëren met als titel Domme Bronto en Javanen. Domme Bronto en Javanen. Suriname heeft presidenten gekend die het land hebben vernietigd. Vicepresidenten gekend die geld hebben gestolen om aardappelen en uien te kopen. En ministers die op de dag van vandaag voortvluchtig zijn. Maar geen enkele keer heeft de ware tijd hun dom durven te noemen. Maar hun waren geen Javanen. Ik zou eigenlijk die krant verscheuren, maar uit respect voor de vicepresident ga ik dat niet doen. Maar het is een waardeloze krant. Waardeloze media, racisten zijn het. Het is dezelfde ware tijd die in de krant heeft geschreven dat ik de lachertje van de klas zou zijn. Niet op basis van mijn woorden, niet op basis van mijn daden, maar op basis van mijn Javaan zijn. Dezelfde journalisten hebben voordat ik minister werd in een appgroep zich afgevraagd wat mijn kwaliteiten waren. Niet op basis van mijn woorden, niet op basis van mijn daden, maar ze vragen zich dat af omdat ik Javaan ben. Domme Bronto en Javanen. Gelukkig, een paar dagen geleden VP, had ik met IMF een vergadering. IMF zegt, het ministerie onder mijn leiding presteert boven verwachting. Maar laat IMF, misschien moet u straks zeggen of ik een slechte of een goede minister ben. Meneer Bronto, maar zou ik over wat de DIA, wat he? Meneer Bronto, koyo, heb ik een tijdje weg van betaki, of de minister DIA, nou maar voor je kan je ook opboom. De kataki, meneer Bronto, naar voorstand. Maar zij zei pakken naar binnen aan zaken die. Naar top. Maak ook je wangen een applaus, meneer Bronto. Voor vast van je tijd ministerie wangen.